Ja, nou, qua punten ben ik zwaar gewoon onder mijn niveau heb ik gepresteerd. Mentaal was ik goed, technisch viel het niet. Dat nemen we mee weer voor de volgende keer. Ja. Een teleurstellend optreden dus voor Laan, die debuteerde bij dit WK voor senioren. Het is toch wel indrukwekkend. In eigen land, al die mensen die hier lopen, hoe het is georganiseerd. Dus ja, super mooi om mee te maken en ben er blij om. Ja. En is het dan niet jammer dat je niet meer uit jezelf kunt halen? Heb je een verklaring voor dat je misschien niet zo goed gepresteerd hebt? Ja, het is jammer. Je hoopt natuurlijk altijd het beste uit jezelf te halen. Ik heb gedaan wat ik kon doen en we gaan het evalueren en dan kijken wat we de volgende keer kunnen verbeteren. Is het de spanning die toch in je lijf zit bij zo'n groot evenement? Ik denk, onbewuste spanning. Ik heb het zelf niet echt gemerkt, maar je ziet het aan mijn techniek. Dus daar kunnen we wel wat meer uithalen, ja. Ja, schoot je echt veel minder als dat je gewoon bent? Ja, dat helaas wel, ja. En had je tijdens de wedstrijd in de gaten van oei, dit is misschien mijn dag wel niet? Nou, het voelde gewoon goed en het viel niet inderdaad. En dan ga je pijl voor pijl proberen opnieuw te gaan scoren. Ja, blijven vechten, het lukte niet. Ja. Is het nou uitgelopen op een grote teleurstelling of overheerst toch het fijne, het mooie dat je bij een WK betrokken bent geweest? Ja, nu is het natuurlijk flink balen, maar ik geniet er wel van om hier te staan. Ik ben blij dat ik hier heb mogen staan en de organisatie is gewoon supergoed. Dus ik heb er wel van genoten. Ook bij de landenwedstrijd wist Laan zich met het Nederlands damesteam niet te kwalificeren voor de volgende ronde. Sarina Laan, Gabriella Ballando en Sietske Visser eindigden op de 32e plaats. Alleen de beste 24 landen plaatsen zich voor de volgende ronde.